Hi, ik ben niet buiten adem. Ik ben gewoon verkouden. Het is niet mijn dag. Daar ga ik jullie niet mee lastigvallen. Maar soms heb je van die dagen. Ik heb een shoplogje voor jullie. Ik heb wat dingen geshopt bij de Kruidvat. En ja, ik heb me laten influencen. Maar ook heb ik wat dingen gehaald die ik gewoon nodig had. Dus daar gaan we even samen doorheen. Het influencer begon door Anouk Demi. Als je die nog niet kent, moet je die zeker gaan volgen. En zij is altijd bijzonder enthousiast over de tandpasta van de Kruidvat. En ze zei ook in haar laatste opgemaakt video volgens mij dat die niet te vinden is. Niet in de winkel, niet online. Nou, zelfs in ons pittoreske verderop, 6 kilometer verderop dorpje met een Kruidvat. Want in mijn dorp is er alleen maar een campingspar. Die hebben het sowieso natuurlijk niet. Hadden ze het ook niet. Maar ze hadden wel de parodontax in de aanbieding. Dus die heb ik maar meegenomen. 3 voor €10 nu. Dit is de 2 keer Complete Protection en een extra fresh. Dat. Waar zij mij ook in geïnfluenced heeft, is de Kruidvat. Momentje. Fresh Herbal Shampoo voor vet haar. Ik heb het stickertje nog op mijn bril zitten. Dat is het stickertje van de sterkte. Voor het geval je niet weet, al mijn brillen op een paar na komen van de Action. Eurotje, gaan ongeveer halfjaartje mee, prima. 7 kruiden natuurlijke frisheid. Nou, kijk, dit is mijn haar. Dit is mijn natuurlijke haar. Dit is gisteren gewassen, dus 1 dag oud. En gefeund. Het is slap, futloos, fijn, vet haar. Dus ik heb de Fresh Herbal gekocht, die vond zij lekker en zij heeft ook vet haar. En ik heb de Boost Volume gekocht. Dat is deze. En ik heb het bonnetje volgens mij hier erbij. Dus ik kan kijken wat het kost voor jullie zelfs. Daar gaat mijn bril weer. Volgens mij kost die... Nou, 1 van de 2 kost €1,99. En voor 1 heb ik er 99 cent betaald. Maar ik denk dat ze allebei €1,99 zijn. Of ik weet het niet. Nee. Het is zo. Eentje kost €1,99 en de andere kost €99 cent. Welke dat dan is, staat er niet bij. Nee. Dat staat er niet bij. Nou. Dan heb ik een doosje herriestoppers gekocht. Die heb ik nodig. Want ik ben een moeilijke slaper. En ik kan niet slapen met geluid. Ik moet minimaal geluid hebben. En zelfs dan ben ik een moeilijke slaper. Nou snurk ik Dennis niet. Maar Dennis ademt wel wat zwaarder. En vooral veel sneller dan ik. We hebben ongeveer een ratio van 1 op 2. Dus ik heb altijd oordoppen in om te slapen. Ook als ik alleen slaap, want zo raak je eraan gewend. Dan heb ik van Sios een fiberspray gekocht. Thicker Hair. En een hairspray, ook Thicker Hair. Die, of ze echt iets doen voor je haar, weet ik niet. Maar ik vind het gewoon fijn spul. Dan, die zijn wel duur trouwens hoor. De haarspray kost €8,50. De haarlak, zeg maar. En die andere spray, die kost €6,50.
Up to 30% thickening effect. Ultra thickness voor mega volume en fullness. Nou. Fiberspray voor zichtbaar dikke haar. Goed schudden voor elk gebruik en tussen elke spray. Aanbrengen op droog haar. Bij verstopping de sproeikop onder warm water houden. Nou, oké. Dan heb ik een... Ja, dit is een on the go. Dus zeg maar een proefje. Wat kostte dit? Ik zie het hier niet opstaan, maar ik neem aan dat dit is. 6 euro. Oh nee. 5,80. Voor dit tubetje. Dit is de Vaseline Expert Care Instant Dry Skin Rescue. Body lotion for very dry skin. Helps repair dry skin from first use. Met hyaluronzuur, moisturizing, glycerin en Vaseline jelly. Dermatologisch getest en fragrance free. Oké. Ze hadden hier ook grote van, maar die waren ook duur. En deze is ook duur, maar ik wilde het eerst proberen voordat ik aan een grote fles kom. En ik heb extreem droge huid. Als ik mijn benen hier niet insmeer, het gaat vooral om mijn onderbenen, dan mijn scheenbenen zeg maar, dan is het gewoon krakelé. Dan ziet het er gewoon uit als krakelé. Heel bizar. En wat ik daar zag en wat ik eigenlijk wel wilde proberen... deze ken ik wel, de wipes van de Kruidvat. Die zijn echt hartstikke prima. Voor waar ik ze voor gebruik. Maar ze hadden van dat merk ook een micellair water en een tonic. Die was 3,50. En deze was 2,50. De reinigingszoekjes waren 1,80. Hier ga ik ook een reviewtje van plaatsen. Want dit is allemaal voor de zeer gevoelige huid en voor de droge en gevoelige huid. Dit is micellair water 3-in-1. Verwijdert make-up, zuivert en verfrist. En dit is zuiveren, 0% alcohol zuiverend met kamille-extract. En wat zegt het dan? De Kruidvat micellair water 3-in-1 sensitive zonder parfum alcohol kleurstoffen is zacht voor de zeer gevoelige huid. Deze 3-in-1 gezichtsreiniger verwijdert oogmake-up, diep en grondig. Zuivert en verfrist de huid in één handeling zonder deze te irriteren of een trekkerig gevoel te geven. De huid voelt weer heerlijk fris en schoon aan. Oftalmologisch goedgekeurd. Dus het verstopt je poriën niet. En wat zeggen ze dan van de toner? De gezichtslotion, dat noemen ze een lotion face. Gezichtslotion, face tonic, ja. Is speciaal ontwikkeld voor de droge en gevoelige huid. Verwijdert de laatste make-up resten, onzuiverheden en overtollige talk op zeer milde wijze. En bereidt de huid voor op hydratatie. De zuiverende formule werkt met kamille-extract en provitamine B5. Verfrist en helpt de huid te verzachten. Bevat geen alcohol. Gebruiksaanwijzing elke ochtend en avond na het reinigen met een wattenschijfje aanbrengen op gezicht en hals. Bij voorkeur gebruik een combinatie met de Kruidvat reinigingsmelk voor de droge en gevoelige huid. Daarna de Kruidvat dag- en nachtcreme aanbrengen. Ja. En de micellair water. De ruime hoeveelheid op een watje aanbrengen en volgens de huid afnemen met de ogen gesloten. Afspoelen niet nodig. Voor een optimaal resultaat gebruik in combinatie met de dag- en nachtcreme sensitive. Nou, ik ga dit allemaal proberen en dan kom ik erop terug. En hier komt een aparte review van. En deze komen wel een keer terug in de... opgemaakt video's als ze op zijn. En dan zal ik jullie vertellen wat ik ervan vind. Dit was een shoplogje van de Kruidvat. Ja,
Nou ja, veel meer is het niet. Ik had ook niet heel veel nodig, dus... ja, dit was hem. Dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer op mijn kanaal, daar help je me mee. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!